You live on your own, don't you? You've just moved into the old house. Yes, I'm the one opening the little bookshop. De magie van het openslaan van een boek, het voelen en dan meegenomen worden in een andere wereld, dat vind ik fantastisch. En met boeken ben je nooit alleen, je hoeft je nooit te vervelen en je hebt nooit spijt van een uur lezen. Ik was als kind ook al een grote lezer en het idee dat je als je een boek opendoet, dat je in een andere wereld komt, dat is natuurlijk prachtig. Een heel fijn, sfeervol verhaal over een jonge vrouw die een plek vindt waar ze een boekhandel wil beginnen. En alles lijkt te kloppen, maar heel langzamerhand merk je dat het een aantal mensen in het dorp daar niet mee eens zijn. De film vond ik prachtig, heel sfeervol. En het geeft zo aan hoe boeken verbinden met elkaar. Hoe zo'n plek belangrijk is in de samenleving. En hoe dan één zo'n dame probeert dat tegen te houden. Maar hoe mensen ook minder eenzaam zijn door zo'n plek van verbondenheid. Die kluizenaar in dat huis. Die dan toch naar buiten treedt omwille van de boek. Ja, dat vond ik mooi. Mooie symboliek. En een hele mooie sfeer. Ja, die is geweldig. Zo prachtig Engels. En zo, het is natuurlijk een heel lief verhaal. Ja, lief met ook een wat wrange achtergrond. En dat is ontzettend goed gedaan. En ik vond in de film heel fijn dat er... Het einde is heel verrassend. Het is mooi, toch een twist van het boek. En ik vind het echt een aanrader, die film. Niet alleen maar voor mensen die van boekhandels of boeken houden. Het is gewoon een top Engelse film. Heerlijk.